Staatsoliemaatschappij Suriname heeft rond het Stuwmeer een veiligheidszone vastgesteld waarin alle economische activiteiten verboden worden. Vergunningen voor gronduitgifte, concessies en bedrijfsactiviteiten binnen dit gebied zijn uit den boze. Vergunningen die voor eerder genoemde zaken zijn uitgegeven, zullen worden ingetrokken. Dit alles wordt bij staatsbesluit vastgesteld. President Santokki zegt dat de regering er alles aan doet om de Suwdam te beschermen met het oog op de nationale veiligheid. Bewoners van het district Koroni mogen binnenkort een bakkerij verwelkomen. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds in kannen en kruiken. Het district beschikt al over een aantal bakkers die op 6 en 7 mei met succes een brood- en bankettraining hebben afgerond. De training was een initiatief van het ministerie van TCT, Suriname Hospitality Tourism and Training Center en het districtscommissariaat van Koroni. DC Michael Winter hoopt de bakkerij op 26 mei officieel te openen. De behandeling van de SPSB anticorruptiezaak tegen de verdachten G. Kromosuto, G. Hewaki, R. Putter, B. Jurgens, J. Ten Berge en W. Sarjo is op 10 mei voortgezet. De drie laatstgenoemde verdachten zijn niet ingesloten en waren niet aanwezig. Er is tegen hun verstek verleend. Het verzoek van de advocaten om Kromosuto, Hewaki en Jurgens in vrijheid te stellen is afgewezen omdat de ernstige bezwaren nog recht overeind staan. Op 24 mei 2023 zullen de verdediging en de vervolging voor de tweede keer het woord voeren rond de verzoeken tot invrijheidstelling. Op 9 juni 2023 zal de officier het requisitoir voeren in de verstekzaken.